Uitzinnige taferelen in een uitzinnige Lotto-doom. Mazijk heeft na een hele knappe prestatie Cuneo verslagen met 3-1. Eigenlijk is het nog een beetje aan het bezinken, want ik denk echt de komende uren vandaag ga ik er echt nog van kunnen genieten. Het was plezier op veld te staan. Nochtans had Mazijk het niet onder de markt in het matchbegin. Cuneo met Wijsmans weer als sterkste man neemt een vliegende start 7-2. Maar de Maaslanders klampen aan en onder meer dankzij een sterke serve van Maan halen de Limburgers de eerste set binnen, 25-22. In de tweede set is Cuneo een maat te groot. Hier scoort Wijsmans met een smash. In set 3 slaat de motor van Mazijk weer aan. Geniet mee van Europees topvolley. Het punt is voor Cuneo, maar Mazijk wint wel de set, 25-18. De vierde set is ongemeen spannend. Goed werk van Sidibé en van de Kraan en Mazijk klopt het onoverwinnelijk gewaande Cuneo met 3-1. We were really good prepared and we were really better in reception and tactically we were better than the first game. Voor elke speler op het terrein was dat genieten om hier te spelen. Dus ik heb ook na de match het publiek bedankt en dat is echt gemeend. Hè. Zij hebben misschien 10% bijgedragen, maar een topsport is 10% het verschil. Hè. De sterkte van Mazijk is de ploeg. Het feit dat zij als ploeg samen heel goed spelen, nooit opgeven, elkaar heel veel helpen. En in een sport zoals volleybal is dat heel belangrijk, fundamenteel. Ik denk niet dat ze iemand hebben die er echt bovenuit steekt, maar dat ze als geheel heel sterk samenspelen.